Vroeger woonde ik op het galjoen La Sirena, waarmee we de zeven zeeën hebben verkend. Het kraaiennest was daarbij mijn favoriete plekje. Daar kon ik heerlijk turen over de azuurblauwe wateren. Tot er op een dag kapers aan de horizon verschenen. Ik had ze als eerste gespot en waarschuwde de kapitein. De stuurman keerde het schip, maar de kapers kwamen steeds dichterbij. Schoten werden gelost en ons zeil werd geraakt. Gelukkig konden we het schip verstoppen in een dichte mistbank. De kapers dropen af en verdwenen weer achter de horizon. Maar ineens stak er een zware storm op. De stille zee veranderde in woeste wateren. Opeens een luide knal, een donderslag. Ons schip, het brak uiteen. Ik raakte te water, maar kon mij gelukkig al snel vastklampen aan mijn geliefde kraaiennest. Maandenlang dobbelde ik rond op de zee, niet wetende wat mij te wachten stond. Tot ik op een dag ontwaakte op een goudgeel strandje, omringd door palmbomen. Toen ik mij met mijn laatste krachten omdraaide, zag ik een vriendelijke oude man. Hij knielde en nam mij mee naar dit bijzondere huis. Dit bleek Marcus Magistralis te zijn. Hij nam me onder zijn hoede, liet me aansterken en vertelde me alles over deze bijzondere plek. Port Laguna.